De acties van de BVL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname als zijn opgeschort. Dit deelde BVL-voorzitter Wilgo Valies vandaag mee tijdens een persconferentie in Theater Uniek. Dat houdt in dat de leerkrachten maandag weer naar school gaan nadat ze 14 schooldagen gestaakt hadden. De leden van de onderwijsbonden gaan akkoord met het voorstel van rechter Suzanne Schu. De regering heeft 2 weken de tijd om te komen tot een oplossing. Uiterlijk 13 februari moet dat wat met de bonden is overeengekomen worden uitgevoerd. Valies zegt verder dat de BVL en de ALS inspraak willen hebben in het formuleren van het herwaarderingsprogramma. Daarbij hebben wij dus aangegeven dat wij als werknemersorganisatie samen met de regering aan tafel moeten gaan zitten en gaan onderhandelen over het loon van de werkers. Zoals u weet heeft de regering bij monden van de heer Josephson aangegeven dat zij het loon bepalen en dat wij als medewerkers dat moeten accepteren. Wij hebben als vakbond en ook de leerkrachten zijn de mening toegedaan dat de leerkrachten worden vertegenwoordigd door de vakbonden ALS en BVL. En bij het bepalen van het loon zal de werkgever, in deze de overheid, aan tafel moeten zitten met de vakbond om het loon te bepalen. Valies zegt dat het voorstel is dat de regering met de BVL en de ALS om de tafel moeten gaan om over het loon van de leerkrachten te onderhandelen. Volgens de BVL-voorzitter hebben ze te doen met 2 vorderingen. 1 van de staat en 1 vordering van de bond. De vordering die de vakbond heeft ingediend tegen de staat houdt in dat de overheid zich moet houden aan de overeenkomst die ze zijn aangegaan met de vakbonden en die moet uitvoeren. En wanneer de overheid in gebreken blijft, dat wij een dwangsom hebben geëist van 1 miljoen voor elk uur dat zij daaraan niet voldoet of nalaat dat te doen. We hebben dat moeten doen om op die manier die overheid duidelijk te maken dat we niet voor de gek gehouden kunnen worden. We hebben die vordering niet ingetrokken. Dat blijft recht overeind. En zeker nu we die afspraak gemaakt hebben dat er binnen 2 weken vanaf maandag de beide partijen aan tafel moeten gaan zitten en werken naar een oplossing. Want als de overheid zich wederom zich daar niet aan houdt, dat wij niet zullen schromen die vordering op te eisen. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en ALS. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie over het besluit van de BVL op het voorstel van rechter Suzanne Schu. De leerkrachten zijn akkoord gegaan met het voorstel van de rechter, wat inhoudt dat zij maandag na 14 schooldagen van staking weer naar school gaan.